Twee jaar geleden maakte ik een video over mijn beleggingsportefeuille van op dat moment 20.000 euro. Vorig jaar heb ik daar een update van gemaakt. En toen was mijn portefeuille inmiddels verdubbeld, naar, ja, zelfs iets meer dan verdubbeld, naar 41.000 euro. En nu zijn we weer een jaar later, en dus is het wederom tijd voor een update om te gaan kijken naar. Hoe ziet mijn beleggingsportefeuille er op dit moment uit? En ik wil in deze video gaan kijken naar drie onderwerpen. Ten eerste natuurlijk de waarde van mijn portefeuille. Ten tweede, de waarde stijging ten opzichte van vorig jaar. En ten derde, wat we kunnen leren van, ja, van deze laatste 12 maanden. Zowel in mijn beleggingen als wel misschien in andere dingen die ik heb meegemaakt. En dat allemaal natuurlijk weer om er zelf iets van te leren. Om een naslagwerk te hebben. Om later terug te kijken naar waar ik ooit begonnen ben. Maar zeker ook om jullie te motiveren en te inspireren. Om misschien zelf ook wel zoiets te gaan doen. Nou, dat gaan we dus allemaal bekijken kijken in deze video dus laten we snel beginnen leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een passief inkomen.nl op dit kanaal maken we elke week drie video's die gaan over persoonlijke financiën investeren en beleggen of een passief inkomen verdienen nu gaan we dus kijken naar mijn beleggingen en dit is zoals ik eerder al zei eigenlijk een jaarlijkse serie ieder jaar nadat dat ik weer een, een jaar op YouTube bezig ben geweest. Wil ik zo'n video maken om een update te geven? Kijken wat is er is veranderd? Welke dingen heb ik gedaan die voor deze verandering hebben gezorgd? En kijken wat we, ja, welke situatie ik nu ben, op welke stand ik nu ben, om dat eventueel ook later in de toekomst weer te vergelijken. En je moet het aan de ene kant dan ook zien als een naslagwerk, dat ik voor mezelf kan kijken van waar kom ik vandaan en wat heb ik de laatste tijd gedaan om te bereiken waar ik nu ben. Aan de andere kant is het echt wel een inspiratiebron. Ik hoop dat jullie mee te, ja, te motiveren om zelf ook stappen te nemen. Je zult waarschijnlijk... Ik ook zie dat in het eerst ging het wat langzamer, maar nu gaat het steeds sneller, steeds beter. Misschien kan jij ook wel kleine stapjes maken die op de lange termijn grote gevolgen hebben, grote impact hebben. Dat hoop ik in ieder geval met deze video te bereiken. Dus laat dan ook beginnen met deze video en dan ten eerste gaan kijken naar het overzicht van de laatste paar jaar. En in dit overzicht zie je eigenlijk alle beleggingen die ik heb. Uh, in de twee jaar hiervoor nog, uh, november 2018, 2019 en nu dadelijk, dus 2020. We zien dus dat we in het eerste uh, jaar, november 2018, in totaal net geen 20.000 euro aan beleggingen hadden. Die zaten toen eigenlijk nog maar bij 3.000. Broker zeg maar, Bank Forward, De Hero en Brand New Day. Vorig jaar, november 2019, was dat al een stukje langer geworden die lijst. Uh, het bedrag was ook zoals gezegd meer dan verdubbeld. We zaten inmiddels bijna op 41.000 euro. Oftewel, er was 21.000 euro bijgekomen in een jaar. En ik geloof dat ongeveer de helft daarvan een nieuwe inleg was. Want dat speelt natuurlijk ook mee. Je kunt misschien wel 20.000 euro er in een jaar vooruit gaan. Maar als je die 20.000 euro ook zelf hebt ingelegd, heb je eigenlijk niet echt vooruitgang geboekt. Um, dat was dus in mijn geval gelukkig wel het geval. Uh, we zien dat bijvoorbeeld de Bink Forward is wat toegenomen. Dat deed ik toen elke maand, legde ik wat in. Vooral de Giro was veel toegenomen. Ik wilde steeds meer zelf gaan beleggen, zelf mijn eigen aandelen kiezen en kopen. Uh, Brand New Day, dat is de broker, de maatschappij, het bedrijf, zeg maar, waar ik uh, zelf voor mijn pensioen regel. Omdat ik natuurlijk als ZZP'er ben ik altijd geweest. Um, ben ik trouwens nog steeds. Ik zit wel in loondienst, ik werk in loondienst. Maar nou, dat is toch maar parttime. Ik ben ook part-time YouTuber. Dus ik moet ook zorgen dat over het inkomen dat ik hiermee verdien... dat ik daar zelf eventueel um, een pensioen voor opbouw. Nou, dat doe ik dus via Brand New Day. We hadden vorig jaar ook Peaks... waar ik mijn wisselgeld automatisch laat beleggen. Uh, FlatX, het zat toen 700 euro in. Bucks... Maar een heel klein percentage. Ik had ook een klein gedeelte crypto, net geen 3000 euro in dat geval. En dat zorgde dus voor dat ik in totaal bijna 41.000 euro had. Maar ja, dat was vorig jaar. Hoe ziet het er dit jaar uit? Laten we gewoon even het rijtje afgaan en bovenaan beginnen. Ten eerste, dus Bing Forward. Daar sta ik op nul. Um, dat heeft eigenlijk mee te maken met een fout. Ik was voor mijn beleggers training bezig met een video maken. Daar maakte ik een nieuw doel voor aan. Um, om te ja, laten zien hoe dat werkt en zo. Meer informatie trouwens over die beleggers training staat in de omschrijving onder deze video. Daar helpen we eigenlijk stap voor stap beginnende beleggers door elke, elke stap eigenlijk te behandelen. En ook te werken aan een toekomstplan, een plan voor je eigen toekomst te bepalen zeg maar. Maar tijdens het opnemen van die video ging ik uiteindelijk dus het doel wilde ik verwijderen. Maar in plaats van dat ik dat doel wat ik als voorbeeld gebruikte verwijderde, verwijderde ik mijn eigen doel. En daardoor werd automatisch het geld teruggestort. Um, in november had ik daar bijna 15.000 euro staan, maar je ziet uiteindelijk bij in, inleg rechts min 16.900 euro. Want inmiddels op, op dat moment was het tot dat bedrag gegroeid, dus dat werd teruggestort naar mijn bankrekening. Ik wil op zich wel weer bij Bing Forward gaan beginnen, um, wat het eigenlijk gewoon een fout is en ik wil daar niet per se weg. Maar aan de andere kant, het is er ook telkens weer niet van gekomen. Druk geweest met de verhuizing, met aan dit kanaal steeds meer werken. Dus dat is eigenlijk de reden dat het nu nog op nul staat. Maar ik zal gaan kijken of ik in de komende maanden in ieder geval weer wat geld kan storten daar. Omdat het eigenlijk ook een, een vorm is van beheerd beleggen. Je stort geld en zij gaan het voor jou beleggen. En ik weet dat het iets duurder is dan dat je het zelf in de hand neemt. Maar hier hoef je het ook eigenlijk geen tijd aan te besteden. En het is een goede vergelijking om uiteindelijk voor, deze, voor dit YouTube-kanaal ook weer een vergelijking te maken met wat als je nou mensen laat beleggen voor jou. Of wat ga je doen? Als je zelf belegt, wat zijn de rendementen en wat zijn de kosten? Daardoor zou ik graag ook uh, bij Bink Forward willen blijven. Maar ja, dat komt misschien de komende maanden wel. Laten we dan gaan kijken naar het volgende punt. Uh, het volgende broker, en dat is toen al mijn grootste broker en nu helemaal. De Giro van bijna 17.000 euro zijn we gestegen naar 100 en 3.800 euro. Oftewel een toename van bijna 87.000 euro. Nou, we zien hier ook rechts dat ik in totaal bijna 38.000 euro of net iets meer dan 37.000 euro hier heb ingelegd. Um, dat heeft een gedeelte, dus van wat bij Bink Forward werd gestort. Heb ik vervolgens zelf belegd bij de Giro. Ook heb ik nog wat extra inkomsten gehad dit jaar. Ik heb mijn huis verkocht waar het geld uit overbleef. Dus al die dingen samen zijn ook voor een groot gedeelte zeg maar, naar de Giro gegaan. En zoals gezegd, bij Giro ga ik het meeste beleggen. Omdat ik daar dus zelf de aandelen kan kiezen. Zelf uh, ja, bepaal wat ik wil beleggen en hoe ik het ga verdelen. Dat vind ik het meest interessant op dit moment. En omdat dit ook de grootste positie is, ga ik daar dadelijk even iets verder op inzoomen naar wat al die aandelen dan zijn die ik op dit moment heb. Laten we dan eerst nog gaan kijken naar de andere posities. Brand New Day bijvoorbeeld, zoals gezegd, daar regel ik zelf mijn pensioen. Daar stort ik elke maand standaard 50 euro. En afhankelijk van de jaarruimte die ik elk jaar nog heb, stort ik wat bij. Nou, we zijn inmiddels dus gegroeid naar... 6250 euro, oftewel 1850 euro erbij, waarvan 1600 euro inleg is geweest. Ik geloof dat dat zoals gezegd 50 euro in de maand was. En dan vorig jaar, het einde van het jaar, had ik nog 1000 euro die ik extra kon storten. Op die manier kun je eigenlijk um, wat belastingvriendelijker uh, toch gaan beleggen. Want eigenlijk ga je vanuit je bruto salaris inleggen in plaats vanuit je netto salaris. En op die manier kun je dus eigenlijk ja, heb je meer ruimte. Dat je niet eerst belasting betaalt en dan gaat beleggen. Maar eigenlijk gewoon eerst gaat beleggen en op het laatst pas belasting betaalt. En dat kan wel met een beperkt bedrag. Dat is afhankelijk van je jaarruimte. Dat houdt dus in hoeveel heb je verdiend dit jaar, hoeveel mag je wegzetten voor pensioen. Dat zijn allemaal regels aan verbonden. Is op zich wel makkelijk te berekenen. Bijvoorbeeld op de site van Brand New Day zelf. En ook een link naar Brand New Day zou ik trouwens onder deze video plaatsen. Net zoals links naar al deze andere brokers. Als je iets meer daar. ...iets meer informatie over wilt. En trouwens zal ik ook video's plaatsen... ...want sommige video's heb ik gemaakt... ...die specifiek over dit soort uh, bedrijven of onderwerpen gaan. Kijken we dan naar peaks... ...daar zijn we maar ja, een paar honderd euro op vooruit gegaan. Maar zoals gezegd, daar gaat het eigenlijk... ...met je wisselgeld dat je inlegt. Dat koppel je aan je bankrekening... ...en ieder bedrag wordt afgerond naar boven de euro. Uh, dus 1,30 euro wordt afgerond naar 2 euro. Dan heb je 70 cent die dan dan automatisch gaat beleggen elke week... Uh, gewoon een kleinigheidje, omdat je toch onbewust dan met beleggen bezig bent. Maar ja, dat zorgt er ook wel voor dat je niet heel veel inleg hebt, maar in ieder geval wel weer wat stijging. En ook meer stijging dan ik heb ingelegd. Ook altijd een goed punt. Kijken we naar FedEx, dat is naar nul gegaan. En dat heeft ermee te maken dat FedEx de Giro heeft overgenomen. En toen heb ik, uh, en trouwens, heel belangrijk, ze hebben ook uh, tarieven ingevoerd. Eerst was het nog gratis. Na de hand werd het 3,90 euro per transactie. En dan is het voor mij in ieder geval interessanter om het via de Giro te doen. Dus ook daar heb ik geld weggehaald, 700 euro. En juist bij de Giro weer erbij gestopt. Kijken we naar bugs, dan zijn we van 40 naar 75 euro gegaan. Ik heb daar geen extra inleg. Dat was gewoon vanuit links onder de video. Mensen die zich aanmelden kregen een gratis aandeel van. Uh, dat heeft dus een paar tientjes opgeleverd. Dan komen we bij crypto. 2800 euro vorig jaar, 13.600 euro dit jaar. Oftewel een stijging van bijna 11.000 euro, waarvan 6.000 euro inleg was. Ja, het grootste gedeelte wat ik heb is Bitcoin. Ik geloof dat dat meer dan 80 of meer dan 90% zelfs is. Ook nog wat Ethereum en nog een paar kleine andere, maar. Heel beperkt aantal posities hoor. Dus het grootste gedeelte zit gewoon veruit in Bitcoin met een klein beetje Ethereum. Nou, we weten allemaal wat crypto de laatste jaren, zeker de laatste maanden heeft gedaan. Dus daar komt deze stijging vandaan. Op zich wel iets meer wat percentage betreft dan mijn totale beleggingen. Want ik zou eigenlijk onder de 10% willen blijven. Daar zit ik nu net iets boven. Maar dat heeft ook wel juist te maken met die stijging. Dus ik ga niet zo heel veel meer bijleggen. Maar het is zeker al iets. Wat veel risico heeft, maar ook zeker waar denk ik wel een toekomst heeft. En als het dat niet zo is in de toekomst. Ik heb al eerder gehad dat ik bitcoin had en weer verkocht. En dan altijd blijf zitten met had ik maar niet verkocht. Nou, in deze situatie wil ik gewoon zorgen dat ik altijd een klein gedeelte in crypto heb zitten. Dat ik niet in diezelfde situatie kom van had ik maar crypto gehad. En dan komen we bij de laatste twee posities. Semi, daar heb ik dit jaar 875 euro. Een klein beetje zelf ingelegd. En de andere vooral via links. Uh, onder de video's dat mensen zich ook wel aan konden melden daar kreeg ik een bonus voor. Um, ik heb Sammy toen een review gedaan. Ook dat is een vorm van beheer beleggen. Dat je geld overmaakt, dat je aangeeft van ik zou graag met via dit profiel willen beleggen. Dit risico wil ik nemen. Dit is het doel wat ik wil bereiken. En op basis daarvan gaat Sammy dan beleggingen voor jou regelen. Um, heel veel mensen hebben zich aangemeld en ik heb dus zelf ook nog inmiddels bijna 900 euro daar staan. En als laatste de Exporo, 1000 euro, daar heb ik eerder dit jaar 1000 euro in gelegd. Um, dat is nu nog steeds ongeveer 1000 euro waard. Dat is een vastgoedpositie in een pand in Düsseldorf, als ik het goed heb. Uh, gewoon om te kijken, ik wilde wat meer spreiding, dus ik wil ook richting vastgoed. Het was gewoon om te kijken of Exporo interessant daarvoor was. Ik vond van wel vandaar dat ik 1000 euro heb ingelegd. En ieder kwartaal krijg je dan een bepaald percentage terug. Een gedeelte van de winst die daarmee wordt verdiend. Nou, kijken we al deze posities samen. Dan zijn die 127.000 en 130 euro waard. Oftewel een toename van net geen 87.000 euro dit jaar, het afgelopen jaar. Maar zoals gezegd, het is niet alleen afhankelijk van wat het is toegenomen. Want we hebben natuurlijk ook zelf geld ingelegd. En tellen we alle inleg op die ik afgelopen jaar heb gedaan, dan komen we op net geen 27.500 euro. Oftewel net geen 59.000 euro die ik echt heb verdiend dit jaar met mijn beleggingen. En dan zie je dat ik, ondanks corona dit jaar, de crisis op de beurs, de economie die een behoorlijke klap heeft gehad. Ik toch een best wel goed rendement heb gemaakt. Want in het eerste jaar ging ik er zeg maar 21.000 euro op vooruit, naar 40.000 euro. En in dit jaar is eigenlijk die 40.000 euro gegroeid naar bijna 130.000 euro. Oftewel bijna keer 3 gegaan. Natuurlijk heb ik een gedeelte daarvan ingelegd. Maar ook twee derde daarvan was gewoon winst. En dat dus ja, heeft gewoon te maken met de aandelen die ik heb. De termijn die ik wil gaan beleggen, want ik doe al mijn beleggingen juist voor de lange termijn. En ik denk dat het dan ook wel interessant is om te gaan kijken naar mijn beleggingen. Specifiek dus de Giro, want ik daar heel veel ja, losse aandelen zelf koop. Dus laten we gaan kijken naar mijn portefeuille van de Giro. En dan wil ik al wel even zeggen van, wil je gaan beleggen bij de Giro? Een link van de Giro vind je onder deze video terug. En als je je via die link aanmeldt, dan help je ook het YouTube-kanaal. Maar ga niet de aandelen kopen die ik ook heb, die je dadelijk gaat zien. Want ik heb een ander inkomen, ik neem andere risico's, ik heb een andere looptijd. Dus ga niet kijken welke aandelen ik heb, omdat ik het daar juist goed mee doe. Maar ga vooral zelf uit van wat je zelf wil, welk bedrag kun je telkens elke maand bijvoorbeeld inleggen, welk risico ben je bereid te nemen. En ga daar voor jezelf na van wat jij wilt en wat jij kan en ga dus niet zomaar een kopie maken van wat ik zo meteen laat zien. Maar kijken we dus naar mijn portefeuille bij de Giro. Dan heb ik hier een screenshot, uh, behoorlijk wat losse posities, dat is het bovenste gedeelte met daaronder nog drie trackers of ETF's. Um, dat is wat meer spreiding, al heb ik daar niet heel veel in gelegd dit jaar. Het is vooral het bovenste gedeelte dat is uitgebreid. Want vorig jaar had ik bijvoorbeeld nog maar drie aandelen die ik dit jaar nog steeds heb. Ik had toen eerder ook Apple, maar die heb ik bijvoorbeeld verkocht. Microsoft heb ik bijvoorbeeld verkocht omdat ik iets meer focus wilde. De aandelen die ik vorig jaar al had en nu nog steeds heb, is bijvoorbeeld Beyond Meat. Maar nog evenveel aandelen, nog steeds vijf stuks. Ik heb ook Facebook, al had ik vorig jaar 10 aandelen, inmiddels heb ik er 15. Ik heb er dus 5 van bij gekocht. En natuurlijk Tesla, mijn grootste positie. Um, daar ben ik van 25 naar eerst 125 gegaan. Um, dat had gewoon te maken met de aandelen splitsing. Elk aandeel dat je toen had, werd gesplitst omdat de koers zo hoog was naar 5 nieuwe aandelen. Dus dan ga je automatisch al van 25 zonder iets te doen naar 125. Maar aangezien ik er nu 170 heb, heb ik er dus gedurende het jaar eigenlijk nog 45 in totaal bijgekocht. En omdat ik het meeste geld in Tesla heb geïnvesteerd en ook Tesla het gewoon heel erg goed gedaan heeft het afgelopen jaar, is dat mijn grootste positie. Uh, op dit moment net geen 59.000 euro met een winst van net geen 44.000 euro. Ik geloof dat ik vorig jaar. In totaal 8000 euro had ingelegd en nu is dat ongeveer 8000 euro toegenomen dit jaar. Uh, dus wel de meeste inleg, maar ook veruit de grootste winst. Gevolgd door Basic Fit met de grootste positie: um, 11.000 euro, zeg maar. Uh, dat heb ik juist dit jaar beginnen te kopen. Um, ik had al voor de crisis had ik al een kleine positie. Die heb ik telkens verdubbeld. Toen, ja, zeker toen de koers naar beneden ging, omdat het juist zo'n bedrijf is waar ik in geloof, voor de lange termijn en zeker steeds meer vertrouwen kreeg dat ze de coronacrisis wel gingen overleven en dat het juist ook kansen biedt, dat toen dus extra geïnvesteerd en inmiddels ook een mooi rendement gemaakt en als laatste Alphen, wederom een aandeel dat ik begin dit jaar heb gekocht, um, het bedrijf dat dus telkens werkt aan um, ja, de... De elektra, de netwerk, het stroomnetwerken, vaak voor in Nederland. Juist richting de toekomst met elektrische auto's, zonnepanelen... moet er gewoon heel veel veranderen. En Alvis is zo'n bedrijf dat die producten aanbiedt. En dat zijn dus de drie grootste posities, gevolgd door nog heel veel nieuwe posities. Uh, mogelijk eigenlijk iets te veel, een paar posities genomen. Uh, gewoon om wat te kijken, om wat te proberen. Uh, eigenlijk zou ik liefst weer iets teruggaan. Dat is iets wat ik de komende maanden wel ga bekijken. Um, ik heb wel een paar posities waar ik wat kleine verliezen heb. Gelukkig heel, ja, soms een percentage niet heel klein. Maar wat betreft bedrag is het in totaal denk ik nog geen 500 euro in totaal. Dus dat is wel positief. Zeker ten opzichte van het rendement dat ik wel heb gemaakt dit jaar. Um, maar ik zou liever dus wat minder posities hebben dat ik iets meer focus heb. En juist eigenlijk van de bedrijven waar ik die focus dan op heb. Daar juist meer in investeren omdat ik dan ook meer over weet. En kort samengevat, heb ik afgelopen jaar dus iets meer dan 37.000 euro ingelegd. En er iets rond de 85.000 of 87.000 euro op vooruit gegaan. Ja, grote kans, een groot gedeelte daarvan. Zat gewoon natuurlijk in Tesla, maar ook met andere posities hebben het erg goed gedaan. Nu we mijn portefeuille hebben bekeken, mijn belegging hebben gezien, is dat interessant. Maar het is ook altijd interessant om te gaan kijken naar wat hebben we dan eigenlijk de afgelopen maanden. De afgelopen twaalf maanden in dit geval geleerd om te kijken of we daar nog iets van kunnen leren, wat eventueel ook weer kunnen toepassen op de toekomst. En het eerste wat we waarschijnlijk hebben kunnen leren, is dat een crisis ook kansen biedt. In dit geval is het de coronacrisis. Als we het nieuws geloven, als we om ons heen kijken, zien we gewoon dat het heel veel impact heeft, dat het waarschijnlijk ook slechte impact heeft op heel veel mensen die hun baan gaan verliezen, bedrijven die fiets gaan. Maar het kan ook zeker positief uitpakken, zeker wanneer je in de juiste bedrijven belegt, kan het gewoon heel goed uitpakken. In mijn geval heeft het dat dan wel gedaan. Um, en ik heb natuurlijk ook tijdens deze dipjes of tijdens die periode dat het minder ging op de beurs, juist extra geld ingelegd. Omdat ik juist voor de lange termijn ga en ik weet op de korte termijn gaat het misschien wat geld verliezen, maar op de lange termijn, omdat ik het niet ga verkopen, waarschijnlijk juist bijkoop, wordt het er op de lange termijn alleen maar beter van, kan ik meer rendement maken. En op dit moment ziet het in ieder geval nog goed uit. Al denk ik wel dat dit een dipje was. En dat we volgend jaar echt een grote correctie of een crisis krijgen. Omdat dan pas de coronacrisis ook echt impact krijgt op de economie. Het tweede wat we kunnen leren is dat een extra inkomen gewoon heel erg helpt. Ja, dat is natuurlijk logisch. Als je meer inkomen hebt, kun je ook meer beleggen. Voorheen had ik alleen mijn baan en belegde ik toch zo'n 3 tot 500 euro in de maand. Hield ik gewoon over. Juist omdat ik dat over wilde houden om beleggingen te doen. Ja, dit jaar zagen we wel uh, veel meer ingelegd. Gemiddeld 2250 euro in de maand. Onder andere natuurlijk van inkomsten die ik via YouTube verdien. En heel veel dingen zijn ook richting beleggingen gedaan. Ik heb natuurlijk al uh, wat investeringen gedaan in camera's, in mijn studio. Dat is ook goed voor het kanaal, maar het meeste geld is eigenlijk gewoon richting beleggingen gegaan. dat zoals ik zei al, ik ga echt beleggen voor de lange termijn. En ik ga dus niet heel veel geld, wat ik nu extra verdien, ook opmaken. Natuurlijk ga ik nog wat extra uitgeven om ook nu te genieten. Maar het meeste wil ik juist voor de toekomst richten. Zeker in een periode zoals nu, waar er gewoon heel veel kansen zijn, waar je heel veel je ja, rendement kan maken in de komende tijd. En het derde punt dat we hebben kunnen leren. is dat in mezelf investeren. gewoon heel erg goed heeft uitgepakt. Dat heb ik vorig jaar ook al in die video gezegd. Inmiddels is het twee jaar geleden. dat ik mijn winkel heb gesloten. Toen ben ik bewust voor gegaan. dat ik ging in loondienst wilde gaan werken. Ik ging wel minder verdienen op de korte termijn. maar ik hield wel meer tijd over. Die ik wilde investeren, ten eerste wilde genieten van extra tijd, maar ook zeker tijd die ik wilde gebruiken om aan mijn YouTube-kanaal te werken. Nou, dat betaalt zich inmiddels nu wel uit. Het is wel twee, drie jaar verder, maar inmiddels kan ik er echt wel, ja, kan er bijna van leven. Dus dat is gewoon heel erg interessant en dat zorgt er ook gewoon voor dat ik extra in kan leggen, dat ik juist die doelen die ik heb voor de toekomst ook veel makkelijker en veel sneller kan gaan bereiken. En daarmee komen we eigenlijk ook bij de stappen die ook jij kan toepassen. Ten eerste is dat klein beginnen want het lijkt natuurlijk wel nu een heel bedrag, maar dat is juist ook de reden dat ik deze video maak, dat je ieder jaar terug kunt kijken van waar kom ik vandaan en hoe heb ik dit bereikt. Het is allemaal begonnen met klein beginnen. Vier jaar geleden begon ik met beleggen, toen nog met een paar honderd euro. Toen had ik uiteindelijk een beetje in de gaten hoe het werkte. Heb ik een keer een paar duizend euro ingelegd. Maar lange tijd is het gewoon een paar honderd euro in de maand geweest en dat zorgt ervoor voor die stijging. Natuurlijk leg ik nu meer in, waardoor het sneller gaat. Maar ook dat is gewoon iets wat ik de laatste jaren heb opgebouwd. Vier Jaar geleden begonnen met beleggen, uh, drie jaar geleden begonnen met mijn YouTube-kanaal, en dat betaalt zich nu dus pas uit. Want het heeft anderhalf jaar geduurd voordat ik überhaupt geld verdiende via YouTube. Het eerste anderhalf jaar dus helemaal niks verdiend, alleen maar tijd ingestopt, maar wel met de gedachte: ik weet dat op de lange termijn het wel zich terug gaat betalen. En het is ook iets wat ik leuk vind om te doen trouwens. Dus dat maakt het ook gewoon heel makkelijk om dit soort video's telkens te blijven maken. En het is toen ook begonnen met, ik geloof, 20 euro in de maand. Naar waarschijnlijk deze maand tussen de 1500 en 2000 euro die je kunt verdienen. Dus je ziet wel, uh, je kent niet in één keer, het grote geld is niet in één keer heel makkelijk te verdienen. Het heeft gewoon tijd nodig, misschien wel jaren. Maar begin gewoon juist met die kleine stapjes. En dan komen we eigenlijk ook bij het tweede punt aan. En dat is focus op de lange termijn. Want kleine stappen die je nu neemt kunnen grote impact hebben, juist op de langere termijn. Dat zien we dus, zoals ik net al zei, bij mijzelf. Ik ben be begonnen met ja, een paar tientjes per maand verdienen via YouTube, een paar honderd euro inleggen met beleggen. Maar juist een paar jaar later kun je toch... Inmiddels al meer dan 135.000 euro aan vermogen opbouwen. Gewoon juist op door je op de lange termijn te richten. Ga dan ook niet wat mensen vaak doen lineair denken. En denken dat bijvoorbeeld elk jaar iets verdubbelt. Maar dat is niet zo. Je hebt vaak te maken met exponentiële groei. Heel erg belangrijk dat je dat gaat begrijpen. Uh, dat zagen we dan met beleggingen die iedere keer meer waard worden. Uh, inkomen dat steeds harder stijgt. Dat is gewoon heel erg belangrijk. Allemaal begonnen met die kleine stapjes, maar die kleine stapjes wel volhouden voor de lange termijn. En dan komen we uit bij groei. Want we zagen in het eerste jaar dat ik het deed, verdubbelde het. het bedrag van 20.000 euro is nou zeg maar 40.000 euro. Dit jaar ging het eigenlijk keer drie. Dus van keer twee ging het naar keer drie. Dus ik ben heel erg benieuwd wat volgend jaar gaat brengen. Zou het lukken om keer vier te doen of überhaupt keer drie vol te houden? Ja, dat gaan we dus volgend jaar wel zien. Maar ik denk ook dat het heel erg belangrijk is om daarmee af te sluiten. Wat Lewis Hamilton bijvoorbeeld vandaag uh, zei toen hij zevende keer wereldkampioen werd uh, in de Formule 1. Hij zei ook hij richtte zich tot kinderen en hij zei van ja, wat wil je in je dromen bereiken en ga er ook echt voor. Het is gewoon elke keer kleine stapjes nemen, erin blijven geloven, er alles voor doen om het te bereiken en je ziet wel wat dat dan mogelijk is. En ik denk dat dat ook wel de beste manier is om deze video af te sluiten. En tot zover, weer deze video. Bedankt voor het kijken. Vond je nou een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik welke onderwerpen jullie leuk vinden. Kan ik meer van dit soort video's maken? Maar je helpt ook zeker het YouTube-kanaal, want meer mensen krijgen deze video ook te zien. En wil je zelf nog meer video's zien, maar ben je bijvoorbeeld nog geen lid van het kanaal? Ik maak dus elke week drie video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Klik onder deze video op abonneren. Klik op het belicoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En dan hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien.